zijn hier bij de Havendagen in Woerden. Deze dagen zijn een ode aan de oude zeemanstijden, waar mannen huis en haard verlieten om de woeste wateren op te gaan. Vandaag vieren we dat een beetje met 50 historische boten en 7 shantykoren. We geven u graag een impressie, maar blikken eerst even met u terug naar gisteravond, toen het allemaal begon. Sailing home across the ocean. Sailing home, we're going to be free. Down below, the cruise in motion to defy the violence of the sea. But now she's gone down the river, and she's gone, gone forever. Oh, the classic Yankee Clipper is gone. Oh, she's gone down the river, and she's gone, gone forever. Oh, the classic Yankee Clipper is Angelique. En hij zijn twee vrijwilligers die zich heel erg inzetten voor het organiseren van deze fantastische dag. En we zijn heel erg nieuwsgierig naar, ja, hoe gaat dat nou eigenlijk zo'n jaar van de voorbereiding? Nou, we beginnen zo ongeveer een half jaar, want ruim een half jaar van tevoren, echt met onze vergaderingen. Net na de dag vorig jaar hebben we een evaluatie gehad. Hebben we er heel bewust van gekozen om even een paar maanden vakantie te houden met de club. Na een klein half jaar zijn we weer bij elkaar gekomen met de commissie. En zijn we weer begonnen met vergaderingen. En dan zetten we eigenlijk deze hele dag weer op in een maand of 4, 5, 6 tijd. En één keer in de maand beginnen we met vergaderen en op het laatste bijna elke week. Dus zo komt het eigenlijk tot stand. Jullie zijn zussen? Ja, ik zijn zussen. En jij bent verantwoordelijk voor de PR? En wat doe je dan precies? Contact met name met de kranten, zeg maar. En met het kabelkrant en overal waar we in de publiciteit mee kunnen komen, daar nemen wij contact mee op. En wat is nou het leukste onderdeel voor jullie? Waar verheugen jullie het meest op van vandaag?
Nou, eigenlijk de hele dag. Ik heb niet echt een bewust onderdeel dat ik denk van, oh, dat wil ik graag, dat vind ik het leukst. Ik vind gewoon de hele dag enorm leuk. Het achter de schermen helpen, maar ook gewoon al die enthousiaste reacties van alle bootjes, van de bezoekers zelf. Het is gewoon enorm leuk. Ja, want ik zie jullie de hele dag heen en weer rennen tussen alle bootjes en mensen door. Hoe laat sluiten jullie vandaag nu af? In principe is het om 5 uur om erbij afgelopen. En vanaf 6 uur is er met alle koren, deelnemende koren en alle deelnemende boten die vandaag gekomen zijn, is er nog een captain's dinner. En dat is een barbecue dit jaar. Dus ja, wat zal het worden? 10, 11, 12 uur, zeg het maar. Ons ja. Zesde Shantyfestival, zeker de havendag, gaat tussen nu en een paar minuten van start. We hebben dat vreselijke gevaarlijke kanon al gezien. Als het goed is, komt zo meteen burgemeester Smit. Hij zou hier naartoe komen, maar ja, hij heeft mij ook al verteld dat hij al 14 jaar weg is, dus het zal mij benieuwen of hij er komt. Hé, hey, kijk nou joh! Ja hoor, daar komt hij! Een beetje hoog in de bol, hè? Ja, ja, echt de hoofdvlieger die burgemeester van ons. Jongen. Ongelooflijk. Ik vroeg het aan die meneer van die kraan. Hij zei, ja, ik wil dat wel doen. Hij zei, we staan ergens voor in, hoor. Ik zei, nou, zeg, hij gaat toch weg. Maar nou niet meer, hè? Nee. Naast mij, burgemeester Smit. Een betere ambassadeur van ons koor konden wij ons niet wensen. Vanaf het eerste uur een fan. Zeg maar gerust, een grote vriend. Grote vriend van Bovenvoer. U gaat woorden verlaten. Maar u blijft ons muzikaal hart. Een vriend die meeleefde met de Woerdenaar. Met de Woerdenaar. En in het bijzonder met Cobra Voer. Nu heeft Cobra Voer recent een nieuwe cd opgenomen. Wij hadden gedacht dat u de primeur mocht hebben. En die krijgt u aangereikt van onze charmante dirigente Jolanda. Nou, we zullen zeggen, knallen met die handel. Oren dicht. Oren dicht. Ja. Oren dicht. Ja. Oren dicht. Want dat was een spectaculaire entree op het Kerkplein. Hoe heb je dat ervaren? Ja, het is geweldig. Die van Bravoer hebben altijd wel iets bijzonders. Normaal gesproken hebben we ook nog wel de burgemeesters van de koren die hier zingen. Uit de steden waarvan ze vandaan komen hebben we ook nog uitgenodigd. Nou, dit jaar dan waarschijnlijk niet. Maar ze hebben altijd wel iets bijzonders, iets geks. En ze doen dat op een fantastische manier. En ik geef me er graag aan over. Ik moet je wel zeggen, dit was wel heel erg spectaculair om over de daken heen te komen. En dan zo midden in je stad te belanden. Want het blijft nog een beetje mijn stad, Woerden. En even terug naar de havendagen. Bent u zelf een waterman? Laat ik zo zeggen, ik heb zelf nooit een boot gehad. Wat ik zeg wel, de zeilen is de duurste manier om voor niks vooruit te komen. Als ik dat zag met vrienden die een boot hadden, de hele winter eraan poetsen en havengelden, toestanden. Ik vond het altijd leuk om fokkenmaat te zijn met wedstrijden en zo. Vond ik het heerlijk. Dan stapte ik weer af en ik zei, jongens, de boot is weer voor jullie. Ik heb een lekker weekend gehad. Dus ik vind het fantastisch op het water. En een waterman, ik zou eigenlijk gezagvoerder op de Grote Vaart zijn geworden. Was ik die kleurenblind geworden, dan word je maar burgemeester dus.
staan hier met Jan. En Jan is eigenaar van alle motoren die hier staan. Ja. Wat is nou het mooiste exemplaar voor jou? Nou, ze zijn eigenlijk allemaal uniek in hun soort. Dus ik heb niet echt een kindje waarvan ik zeg van nou, dat is hem nou. Ze zijn allemaal heel mooi, vind ik. Dus ik heb niet een troetelkindje. Het is wel zo dat die bijvoorbeeld, die komt uit een auto. Dat is een automotor, maar dit is weer een scheepsmotor. En die automotor, die heeft de oude radiator nog tevoren staan. Dat vind ik dan wel weer heel mooi natuurlijk. Zo'n mooie, koperen gepoetste oude radiator. Ja. En ook uniek denk ik dat ze vandaag allemaal draaien hier. Ja, dat is ook uniek, ja. Ja. Dat moet toch een prettig gevoel, een lekker gevoel zijn voor jouw motorenhart. Ja, dat geeft een heerlijk gevoel. Nu 11 jaar. Vorig jaar hebben we dus 10 jaar jubileum gevierd. En dit is de tweede keer dus in combinatie nu met de havendagen. En dus, vorig jaar hadden we natuurlijk geluk dat het ontzettend mooi weer was. Maar goed, we mogen nu eigenlijk ook niet graag af en toe een buitje. Dus, ik zit zelf nu een jaar bij het koor en met erg veel genoegen. En dus ik heb er erg naar mijn zin. En dit is een groot evenement voor u, denk ik, de havendagen. Treden jullie nog vaker op? Of? Wij treden ongeveer 40 keer per jaar op. 40 keer per jaar? En dan hebben we nog één zoveel afzeggingen, want die kunnen we niet voldoen, want zoveel aanvragen zijn er. En uit hoeveel leden bestaat jullie koor? Het koor bestaat uit 40 leden, waaronder 4 accordeonisten, een gitarist en een met een grote trom. En jullie hebben veel plezier met elkaar volgens mij? Veel plezier daarmee. Inderdaad. En daar gaat het om, toch? Oh,
inmiddels aan het einde gekomen van deze havendagen en kijken terug op een fantastische dag waarin we heel veel mooie boten hebben gezien, mooie mensen hebben ontmoet en vooral ook vrijwilligers die zich met man en macht hebben ingezet om dit feest voor elkaar te krijgen en natuurlijk genoten hebben van de Shantikoren. We hopen dat u genoten heeft van onze impressie en we zien ook u graag volgend jaar weer terug. Hey!